Vandaag in de Volkskrant ook. Veelzeggende kop. Ik ben gewoon geen Marokkaan. Hun opgedrongen dubbele nationaliteit is veel Marokkaanse Nederlanders een gruwel. Vooral jongeren. Pas nog in het begin van de coronacrisis werden ze brut geconfronteerd met het voldongen feit dat Marokko hen ziet als onderdaan. Nederlanders in het buitenland keerden vlak voor de eerste lockdown spoorslags terug naar huis. De Marokkaanse Nederlanders die op dat moment in Marokko waren moesten er blijven. Ze waren immers al thuis. Nou, dat is denk ik een mooi voorbeeld waarom die dubbele nationaliteit in dit geval een belemmering is.